Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Kwestie Cubanen op Zuid-Drin heeft volle aandacht van de regering. Boekenschrijfsters bieden producties aan First Lady Melissa Santoki Sinacheri. En mensen met een beperking, belangrijke groep binnen samenleving. In de context van informatievoorziening en op basis van transparantie heeft de regering de samenleving wederom geïnformeerd over actuele onderwerpen. Tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 3 december zijn verschillende ministers ingegaan op zaken die de afgelopen periode aan de orde zijn geweest. Zo is onder meer benadrukt dat de kwestie van de Cubanen in Nikeri de volle aandacht van de regering heeft. Verder kwamen ook onderwijs, volksgezondheid en justitie en politie aan de orde. Wij brengen u enkele fragmenten van dit persmoment. Ik kan u meegeven dat met betrekking tot de Cubaanse bewegingen in het land, zeker naar het westelijk district Nikeri, dat die onze volle aandacht hebben. En de regering is nadrukkelijk ermee bezig. Er is een coördinatieteam van ministers, ondersteund door technici en specialisten. Het ministerieel team bestaat uit de minister van BIBIS, ministerie van Defensie, politie, volksgezondheid en transport, communicatie en toerisme. Dat is het team dat ondersteund wordt door NCCR en ook de districtscommissaris in Nikeri en ook andere diensten vanuit de verschillende ministeries zoals vreemdelingenzaken en de medische instanties in Nikeri. Dat is het regeerteam. Daarnaast wordt de president elke dag geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het is een belangrijke zaak wanneer je bijkans 500 personen bij elkaar hebt die om nog onduidelijke redenen hun reis willen inzetten richting Guyana, het buurland. Wij hebben het niet daarbij gelaten. Wij zijn nadrukkelijk bezig ook met de internationale omgeving om ze te informeren. Het is een zaak waar het gaat om niet-Surinamers. Dus wij hebben formeel gisteren de Cubaanse ambassadeur ontboden om hem officieel op de hoogte te stellen van de problematiek. Hij was natuurlijk al op de hoogte en nu hij formeel op de hoogte is gesteld en vanmorgen op schrift krijgt via een diplomatieke nota, dan is daarmee de Cubaanse regering ook op de hoogte gesteld. Wij gaan dat vandaag nog verder doen met, op een formele manier met de ambassadeur van Guyana, omdat het doel blijkbaar is om naar Guyana te gaan en ook met de Verenigde Staten. Dus die ambassadeurs zijn ook ontboden om geïnformeerd te zijn. Ik heb zelf contact gehad in de afgelopen dagen met mijn collega van Guyana. Wij weten dat zij ook daarin in overleg zijn en kijken wat de ontwikkelingen zijn hier. Maar daarnaast ook natuurlijk hun eigen voorbereidingen treffen. We hebben ook gemeend de United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, te informeren. En ook het Rode Kruis en IOM, International Organization for Migration. Dat zijn de instituten wereldwijd die geïnformeerd moeten zijn. We hebben ze gevraagd om technische bijstand. Om, als het kan, personen die ervaring hebben met dit soort dingen, om die beschikbaar te stellen. Wij wachten nog even af. Later op de dag heeft de directeur van Buitenlandzaken een gesprek met de vertegenwoordiger van UNHCR, die verantwoordelijk is voor dit gebied. Daarnaast gaan wij de Organisatie van Amerikaanse Staten, de Caribische Gemeenschap en de Verenigde Naties ook informeren over de stand van zaken zoals het is. En in de toekomst, in de komende dagen, verder informeren hoe dat verder zich ontwikkelt. Onze missies in al deze landen, bij de OAS, in Washington, in CARICOM, bij de Verenigde Naties, in Cuba, in Guyana. Onze diplomatieke missies zullen gebriefd worden, zodat er eenduidig verhaal wordt gedaan en gerapporteerd wordt.
Wij weten dat onze vertegenwoordiger in Guyana later op morgen een gesprek zal hebben met het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken. En allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat deze zaak in goede banen wordt geleid. Dat er gecontroleerd wordt opgetreden. Dat er evenwichtigheid in zit. Maar belangrijk is nog dat wij erop zullen toezien dat de humanitaire behoeften worden bevredigd van deze groep. Suriname staat voor bescherming van mensenrechten. En in dit geval is het dus passend dat ook NCCR met ondersteuning van de gemeenschap in Nikeri, de districtscommissaris en andere diensten ondersteuning verlenen aan de groep waar mogelijk en waar nodig. Het ministerie van Justitie en Politie, met name Vreemdelingenzaken, is bezig met een registratie van de groep van personen. Ik kan u zeggen dat van de personen een groep van ongeveer 480, 90 personen, dat ongeveer de helft daarvan zich illegaal verblijft in Suriname. We zullen zien wat we doen met dat gegeven in termen van de volgende stappen. Maar dat is wat ik u wil informeren over de situatie. Het heeft absolute aandacht. We beschouwen dit als een serieuze aangelegenheid. En op grond van humanitaire overwegingen zullen we dus alle assistentie bieden aan de groep. En humanitaire assistentie betekent in dit geval shelter, dus een plaats waar je op een behoorlijke manier kunt slapen. Sanitaire voorzieningen, voedsel, water, maar ook medische assistentie. We weten dat er onder de groep een aantal vrouwen zijn die in verwachting zijn. Er zijn ook baby's en kinderen. Wij gaan daar speciaal op letten, dus met steun van de Cubaanse artsen die in Nikeri zijn gedetacheerd, zullen we in contact treden met de groep. Dat is wat ik kan zeggen over deze zaak. Misschien dat later minister Juspol u wat meer gegevens kan geven. Ik kan aangeven dat er dus van het aantal dat daar is, meer dan de helft illegale zijn. We hebben geluiden opgevangen dat het aanzwelt. Mensen worden nog steeds naar daar getransporteerd. Wat ik kan aangeven is dat de controle bij de post te Koroni, Burnside, de controle is daar opgevoerd. En mocht het zijn dat illegalen worden aangetroffen in die bussen, zullen ze worden aangehouden. Want we moeten niet een situatie krijgen waarbij grote groepen mensen zich naar Nikeri verplaatsen en daar eigenlijk de openbare orde in gevaar gaan brengen. We zijn elke dag bezig met de vraagstukken, met name zoals die in het binnenland nog niet lopen zoals we dat graag zouden willen hebben. En we zijn ook bezig met het vormen van een echt een nieuwe manier van onderwijs geven, omdat je er niet onderuit komt om afstandsonderwijs te introduceren. Wat niet betekent dat we het constant hebben over dure internet faciliteiten, maar andere vormen van afstand. Je komt daar niet onderuit. We moeten aandacht besteden aan de kwaliteit van het onderwijs. Het mag niet achteruit gaan. Dus het vergt enorm veel energie om met leerkrachten te werken. Dat doen we bijna elke zaterdag. Zijn we in discussie met schoolleiders en met leerkrachten. Er vinden ontzettend veel trainingen plaats, omdat mensen moeten wennen aan de nieuwe vorm van lesgeven. Terwijl bijvoorbeeld er geen water is en terwijl er bijvoorbeeld geen elektriciteit is. Of terwijl er nog niet voorzien is in alle technische zaken die we in het begin beloofd hadden. Het loopt allemaal een klein beetje langzamer, maar ik prijs me gelukkig dat wat het onderwijsgedeelte betreft schoolleiders en leerkrachten enorm bijdragen om door dit nieuwe systeem en dit nieuwe normaal, als we zoals dat genoemd wordt, onze kinderen doorheen trekken. Het is een massieve en een hele grote massale activiteit.
Want je bent, ik blijf het herhalen, met een groep van 150.000 tegelijk bezig. En dat moet je langzaam en voorzichtig doen. Asma Karat Matali en boekenschrijfster Indra Huramdas hebben op donderdag 3 december 2020 hun opwachting gemaakt bij First Lady Melissa Santokhi Sinajeri. De presidentsvrouw viel de eer te beurt om uit handen van Karamat Ali het eerste exemplaar van het boek Hanna vertelt over de Hindustaanse immigratie in Suriname aan de hand van Rehana Aliamat Lal Mahomet in ontvangst te nemen. Uit handen van Huramdas mocht de First Lady als eerste de audiovisuele versie van het boek Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over coronavirus en COVID-19 ontvangen. First Lady, graag willen wij het eerste exemplaar aan de First Lady schenken, waarmee wij haar willen aangeven dat het belang van de identiteit van elke oorsprong van alle voorouders aan de kinderen meegegeven mag, zodat we niet vergeten hoe zij hun bijdrage hebben geleverd tot de trotse samenleving die we samen nastreven en zijn. Het is ook leuk voor de grootouders samen met kinderen en kleinkinderen hierover te praten met een boekje in huiselijke kring. Dit boek wordt in Nederland na kerst gepubliceerd en in Suriname ook zal het te verkrijgen zijn. Bedankt, ik denk dat het een heel mooi initiatief is van mevrouw Rehana om dat op een andere manier te vertellen. Ik heb hem nog niet doorgenomen, maar ik ga vanuit dat het gewoon makkelijker is om dat over te brengen aan de jongeren. Maar dan, wat we eigenlijk missen is dat men vergeet hoe ze dat moeten overbrengen. Als de grootouders er niet zijn en een goede band hebben. En ja, de jeugd is tegenwoordig zo... Met iets anders. Ze zijn zo bezig met social media en alles in de digitale wereld dat ze eigenlijk geen zelf niet op zoek gaan per se op een jonge leeftijd naar hun herkomst. Waar zitten de roots? Ik heb het net in ontvangst genomen. Ik heb begrepen dat het na kerst beschikbaar is. Het zou fijn, het had eigenlijk, ja, maar ik snap dat het misschien om de omstandigheden toch niet gehaald. Maar voor kerst zou dat een leuk kerstcadeau zijn. Maar dat kan altijd nog. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik ga ervan uit dat het de bedoeling is dat je hem heel in simpele taal kan overbrengen. En ik denk dat het sowieso een heel mooi initiatief is om eigenlijk kennis te maken met je herkomst. Voor ieder kind. Heel erg belangrijk. Nou, heel erg bedankt, First Lady, voor het feit dat u ons heeft kunnen ontvangen. Nu in, met uw drukke schema. Er gebeurt een heleboel en het is bijna kerst. Dus het is ook een sluitingsdatum om ook even bij de mooie dingen stil te staan. En even rust te nemen. Dus ik ben heel blij dat u ook tijd heeft kunnen maken hiervoor. Graag gedaan. Oké. Nou... In ieder geval alvast fijne feestdagen. Het is 3 december, internationale speciale dag. De dag voor de mensen met een handicap. En wij als Stichting Rupsje Regenboog hebben het initiatief om de videoboek van COVID, die hebt u al kennis meegemaakt, maar we hebben nu een videoboek van gemaakt, speciaal voor mensen met een handicap, namelijk de mensen voor doven en slechtgehorenden. En de dag is dus dit moment dat aangebroken dat we dit aan u willen aanbieden, zodat u het weer aan de mensen kunt aanbieden. Ik had u het boek overhandigd, u weet het nog, met de kinderen. En kort daarna ben ik begonnen met het editen van mijn tekst voor een videoboek. Natuurlijk is hardcopy voor iedereen die kan lezen, zien, je luistert, je hoort. Maar je hebt in Suriname niet alleen, zoals wij tussen aanhalingstekens, helemaal compleet. Niet dat de anderen niet oncompleet zijn, maar mensen met een handicap. En hun kan je niet vergeten, want zij verdienen het om hetzelfde wat
iedereen gepresenteerd krijgt. Ook te krijgen in dit geval informatie over COVID-19. En dus, vandaag bied ik u dit aan. Hierin zit er iets speciaals. Dankjewel. Alsjeblieft. De memory stick met... Ja, en er zijn er twee. Eén voor de doven, de stichting die de belangen behartigt. En één voor u. Oké, dan haal ik de mijne eruit. Nou, heel mooi. COVID-videoboek. Zo wordt die verpakt. Ik ga even dit aan jou geven. En dan kan ik hem in de doos overhandigen. In de doos overhandigen. Sorry, meneer Kimpo. Nou, ik weet dat hij dan naar u kijkt. Ja. Maar alstublieft, hij gaat voor de distributie zorgen. Yes. Dus bij deze overhandig ik u het COVID-videoboek. Voor distributie aan degenen die dit nodig hebben. En hoop dat zij dan ook in alle details zijn voorzien van de nodige informatie. Alsjeblieft. Nou, hey, daar ben ik heel blij om. Thank you. Geweldig. De stick die we hebben gehad voor de kinderen is zeer belangrijk om over COVID meer te weten. Ze weten heel weinig. Ze weten, het gaat stap voor stap. De gebarentaal met de tolk erbij, dat alles vertaalt, is heel goed. Ja, om het samen te zien. De ondertiteling. Ondertiteling is soms niet alles. In Suriname? Nee, dat hadden we niet. Andere landen? Die hadden het al. Ja. En nu krijgen wij dat ook. De horende kinderen, die hebben het heel gemakkelijk. Maar we moeten werken naar gelijkheid. Horende en doven samen. Die moeten gewoon gelijk zijn. En daar ga ik voor en daar ben ik heel blij om. Ik zal het geven aan de Kennedy School. Ik denk 10 december gaan we dat doen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. In 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar tot de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking werd uitgeroepen. Ter gelegenheid van deze dag zegt minister Oeraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dat deze groep deel van de samenleving is. Mensen met een beperking leveren een belangrijke bijdrage aan de opbouw van het land en zij verdienen net als elk ander gelijke kansen. U hoort minister Ramsaran. Rise up this morning, smile with the rising sun. 3 little birds, each by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Vandaag 3 december 2020. Een belangrijke dag voor de mensen met een beperking. Een belangrijke dag waarbij wij van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting toch wel nadruk willen leggen op bewustwording. Bewustwording in de zin van, als we kijken naar de verschillende artikelen die daaromheen staan, is artikel 8, bewustwording en bevordering. Artikel 10, dan hebben we over recht op leven. En dit zijn de 2 artikelen waarbij ik nadruk wil leggen voor 3 december 2020, Internationale Dag van de Mensen met een Beperking. De mensen met een beperking, waarbij wij de nadruk op willen leggen dat zij ook recht hebben op leven. Dat zij ook recht hebben hun mening te mogen delen voor zowel de jongeren, voor zowel de ouderen, en zowel de mensen in de instantie of de mensen thuis zelf. Dus vandaag wil ik nadruk opleggen dat wij willen gaan, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, we willen gaan voor bewustwording, we willen gaan voor een beperking inclusieve, een toegankelijke en een duurzame, natuurlijk COVID-wereld, maar nadruk leggend op een
beperking inclusieve, toegankelijke en duurzame samenleving. Bij deze apart van de felicitaties aan de verschillende doelgroepen voor wat betreft mensen met een beperking, rekening houdend ook met de beperkingen die de mensen hebben, dat we willen uiten naar u toe, dat uw mening telt, dat u een wezenlijke bijdrage, positieve bijdrage, zou kunnen leveren aan Suriname. Dus bij deze roep ik u op. Ik roep u op dat u gezamenlijk met Sociale Zaken en Volkshuisvesting ervoor gaat dat volgens artikel 8 en 9 dat we kijken naar bewustwording, bevordering, dat we kijken naar recht op leven, dat we vandaag 3 december 2020 nadruk opleggen dat meneer of mevrouw, kind, hoe jong of hoe oud je mag zijn, dat u allen mee wordt geteld en dat wij van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zoveel als mogelijk ons beleid willen richten om naar de verschillende mogelijkheden te kijken, dat wij klaarstaan voor elkaar, dat wij gezamenlijk Suriname tot een mooi land kunnen maken. Dus bij deze dan wil ik aan u zeggen en denkt u goed erover na. Geen dromen zijn te groot, geen dromer, en dat bent u, is te jong, te oud of beperkt. Dus laten we gezamenlijk ervoor zorgen dat wij Suriname tot een mooi land kunnen maken. En laten we ervoor zorgen, broeders en zusters, dat onze broeders en zusters met een beperking ook deel uitmaken uit de samenleving. En ook productief met ons het land Suriname tot een mooi Sranang, ons Sranang, dan kunnen maken. Bij deze gefeliciteerd met 3 december. Maar let wel, het boodschap wat wij althans geven aan u is dat we bewust van zijn en dat we ook ervoor moeten zorgen dat wij niet alleen zeggen of praten, maar dat we het praktiseren. Een fijne dag aan u en ik zou zeggen, maak er het beste van en laten we even stilstaan. Stilstaan voor de doelgroepen, mensen met een beperking en dat we ook even eraan denken van, heeft u eraan gewerkt om iemand dicht bij u de kans te geven om hun mening ook te kunnen uiten? Heeft u ook een bijdrage kunnen dienen of kunnen geven aan degene met een beperking? Laten we eraan werken. Laten we eraan werken. Laten wij de eerste stap maken ernaartoe. En laten we ervoor zorgen dat wij onze broeders en zusters met een beperking ook de kans geven. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.